Ja, mensen, zoals u weet komen wij bij iedereen graag thuis. En ja, er zijn heel veel mensen die maken ook dingen gewoon thuis. Nou, vandaag ben ik bij Jurre. Ja, en Jurre, en je hebt me een berichtje gedaan, want je zegt van wij maken iets bijzonders in het huis. En toen zei ik van, noem het maar op. Ja, wij maken zelf bastonje bonbons. Toen kwam ik heel gauw hier al, hè. Want ik hoorde sowieso bonbons, chocola, dus ik denk, daar moet ik naartoe. En ik heb er al eentje gehad en ik moet zeggen, ze zijn echt, ze zijn heel erg, ik heb mijn collega er ook nog eentje laten proeven. Ja. Ze zijn geweldig. Ze vallen zeker in de smaak. Ja. En die maak je gewoon thuis? Klopt, we maken ze helemaal zelf. Ja. Dus, en heb je daar een opleiding voor gedaan? Of, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Toch wel. Een idee en het is een beetje gaan rollen. Dus je krijgt al heel wat, je hebt natuurlijk sowieso een Facebook-site, die hebben jullie. Ja. En nou goed, daar kunnen de mensen de bonbons bestellen. Klopt. En nou, vooral in deze tijd natuurlijk, je zou het best wel druk hebben al. De bestellingen lopen zeker binnen. Ja. Dus het loopt lekker door. Ja. En wat is het verschil? Wat, heb je één soort of heb je meerdere soorten bonbons? In principe, het kan in melk, wit en puur. Ja. Dus wat de mensen lekker vinden. Maar het meest verkopende is wel de wit, want die is toch, qua verhouding met smaak, is die toch het lekkerst. Kijk. Ja. Ik zeg van, nou kom even hier naartoe, want ik wil, kun je ze wat laten zien? Is het mogelijk dat de mensen het kunnen zeker zien? Want ze willen natuurlijk wel even zien hoe het gaat. Kijk, speciaal voor kerst gaan ze ook in een heel mooi doosje. Ja, inderdaad. Zo zijn ze. Nou, kijk eens even mensen. Dit is dan alleen met melk en witte chocola. Maar zoals ik zei, als mensen liever puur willen, dan is dat zeker mogelijk. Dat is echt lekker, hoor. Dat ben ik serieus. Dat is gaat, maar eerlijk is eerlijk. Nou, toen zei ik van, nou weet je wat, voor de lijken deelacties, ik zie het altijd langskomen. Ik dacht van, nou, dat willen we heel graag doen. Toen zei ik van, nou, we willen heel graag wat weggeven. Dus, zeker. We willen graag 3 doosjes verloten. Dus 3 doosjes met 16 bonbons erin. Zo, kijk. Ja. Nou, vooral met deze feestdagen komt het heel goed uit. Nou goed, ik hoef het natuurlijk eigenlijk niet meer te vertellen. Sowieso super bedankt voor deze geweldige actie. En wilt u kans maken of u wil iemand er heel erg blij mee maken, dat kan natuurlijk. U moet natuurlijk wel eventjes naar de Facebook-site van jullie toe gaan. Hoe heet de Facebook-site? In principe, als ze op mijn naam zoeken, dan waarschijnlijk, ik adverteer ook op vraag- en aanbodsites, dus wellicht kom je mij wel voorbij. Het is heel makkelijk, ik zet het zo meteen hieronder neer, dus klik er eventjes op. En natuurlijk is het wel even de bedoeling dat u dit filmpje natuurlijk eventjes gaat openbaar delen. En tag degene die dit kan winnen eventueel, dus dan moet het toch wel goed komen. Absoluut. 3 van deze doosjes. Nou goed, ook hele fijne feestdagen in ieder geval. En hopen dat mensen dit gaan zien. En nogmaals, ze smaken echt lekker. Succes allemaal en bedankt. Ja, heel bedankt.